de camping doe ik eigenlijk en Eddie helpt waar nodig en andersom ook. En heb je altijd wisselende gasten of heb je ook vaste staanplaatsen? We hebben heel veel wisselende gasten, maar we hebben sinds een paar jaar ook vaste gasten. Voor een seizoen van april tot oktober. En die hebben het hier naar de zin, want ze komen ook wel regelmatig terug. Het ene jaar en het andere jaar weer. Ja, we bestaan nu 26 jaar en ik heb mensen die al 26 jaar komen. Dus. Zo, ja. Nou, dan hebben ze het wel naar de zin. Ja, dat denk ik. Ja, het ligt denk ik ook aan de omgeving, hè. Ja, een mooie omgeving. Voorthuis is mooi, hè. Prachtig, ja. Nou, zo zie je, we kennen elkaar wel. Ja. En dat is wel leuk dat je hier dan even op dit moment een keer de kleine stroet van de andere kant eens kunt bekijken. Ja. Nou ja, van harte welkom. Dan krijgen ze een leuk bakje en dan kunnen ze in het water kunnen ze goud zoeken en dat goud kunnen ze mee naar huis nemen. Dat is echt een eyecatcher. Wij krijgen alles voor niks hier. We worden van ochtend tot avond in de watten gelegd met eten, drinken, voedsel. En het is hier heerlijk. En dan verwennen we ze. Dus het zijn verwendbeken voor senioren. En we doen er een 10, 11 per jaar. Voor het seizoen, voor de schoolvakanties en na de schoolvakanties. En dat is een heel groot succes. We organiseren het allemaal zelf. Ontbijt, een lunch, een diner maken we allemaal klaar. De bedden worden opgemaakt, dus de mensen worden ontvangen. We maken leuke uitstapjes. Dat doen we met de firma van Koten uit Kootwijkerbroek. Dat doen we al jaren. Hele goede samenwerking. En we gaan 3 uitstapjes per week doen. Elke week een ander uitstapje. En elk jaar ook weer andere uitstapjes. Dus mensen die zitten daar mensen. Oh, die zijn net weg. Maar die zijn er al voor de 12e keer. En die zeiden van de week. Elk jaar hebben we andere uitstapjes. Dus elk jaar is het weer nieuw als we komen op Akkerzaten. Nou, en dat willen we graag houden zo. Voor het huwelijk ziet u 2 levenslijnen parallel lopen. Het levenslijn van de man en de vrouw. Ze hebben elkaar nog niet ontmoet.
Dan komt de jaarmarkt en het pad kruist. Als die twee samen verder willen, worden ze met elkaar verbonden. Dan heeft een huwelijkskakeling de draai van verbondenheid. En dan is het een hart, als ik hem naar binnen. Oh, die was heel mooi, hè? Dat. En nou zijn we net, ik had wat nodig. En nou zijn we net naar de winkel geweest, naar Voorthuizen. Alles dichtbij? Ja. En is dit voor herhaling vatbaar? Als zij mee wil, dan ga ik. Nou, die zit. Die zit. Nou, we zitten op de fiets, we wippen even bij de visboer binnen. Wat een mooie naam, de Parel. Ja, zeker. Wat is de parel van jullie? Zeker de haring, dat is een van onze prachtige pareltjes. Vers schoongemaakt, altijd vers van het mes. En nu is het de Hollandse Nieuwe, dus het is ook de perfecte tijd natuurlijk voor een lekker haringje. En als de haring een beetje voorbij is, dat weg ebt, wat komt er dan meer op het bordje? Haring ebt nooit echt helemaal weg. Het hele nieuwe gaat er natuurlijk wel vanaf. En dan krijg je weer gewoon wat meer warme vis. Dan wordt het weer koud en dan gaan we september, oktober in. En dan is het wel echt lekker kibbeling, lekker wek, zalm, scholletje, ook altijd lekker. Ja. Een beetje dat soort dingen. Ja. Mensen kunnen hier gezellig eventjes binnenwippen. Visje eten. Ook gezellig onder elkaar misschien. Ja, dat is soms voel ik me meer een dorpshuis als een viswinkel. Ja. Nou, hoe leuk is dat? Ja, absoluut. Mensen kennen elkaar en dat is gewoon wel gezellig. Ja. Dus wachttijd is nooit lang hier, want het vliegt voorbij. Het is juli 19, on one summer morning. It's just 14 years since the day he was born. With a uniform bright and a heart full of pride, he runs to the docks where she waits for the tide. Jullie zijn nog de enigste bakker van Voorthuizen. Daar moeten we toch heel zuinig op zijn. Ja, zeker weten. En de ambachtelijke bakkerij, we maken hier achter alles zelf. Dus we zijn echt nog een echt ambachtelijke bakkerij. Maar hoe werkt dit, een bakkersvak? Hoe laat beginnen ze? We hebben natuurlijk brood en banket. De broodbakkers beginnen rond 9 à 10 uur 's avonds. En de tweede man komt rond 12 uur. En de banketbakkers beginnen zo tussen 2 uur en 4 uur. En op de drukke dagen, zoals dinsdag op de brooddag is het heel druk, dan beginnen de broodbakkers wat eerder. En in het weekend beginnen ze ook wat eerder, omdat het zo druk is dan. Elke dag? Elke dag, behalve de zondag. Ja. Wat zijn jullie specialiteiten in brood bijvoorbeeld? Wat wordt heel veel verkocht? Het meest gangbare is de waldkornvloer. Dat zijn die donkere broden, wel de migranenbrood of gewoon het fijnverkoren. Die gaan altijd heel hard, zeg maar, qua broodsoorten. Ja. Spelt? Ja, gaat ook hard. Er zijn verschillende soorten in. Het is ook een beetje wat de markt is. De spelt is toen heel erg een hype geworden. Daar spelen we dan op in, dus dan verkopen we dat ook zeker veel. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga zo door. Want dit moeten we behouden, hè? Echte ambachtelijke mensen. Ja, zeker weten. Ja, het wordt wel steeds moeilijker om echt die vakmensen te krijgen. Dus ja, het is echt belangrijk dat het wel onder de aandacht blijft. En het is gewoon een supermooi vak, dus het blijft leuk. Ja, je bent ook heel enthousiast. Ja, dat ben ik ook. Dankjewel. Graag gedaan. Hetty, je staat hier in een prachtige winkel. Een ambachtelijke winkel vind ik dit. Ja. Dit moet zo blijven. Want ik denk ook dat hier de ouderen ook heel veel komen, zeker, hè, van avondrust. Zeker, ja, juist heel veel. En daar nemen we ook echt wel de tijd voor als ze boodschappen komen doen. Want dat is heel vertrouwd. Meneer Vermeer komt elke dag flesje drans halen. Dus we zijn helemaal op de hoogte dan van hem. En we vragen overal naar. En dat is gewoon heel fijn. En wij vinden het gezellig.
Zeker, we nemen heel veel tijd en aandacht voor de ouderen. Dat is zo belangrijk, dat dat blijft bestaan, hè? Die ambachtelijke winkels. Ja, ja. Niet die grote... Nee, daar voelen hun er eigenlijk ook niet thuis. Hè? Nee. Hun weten gewoon dat ze hier heel vertrouwd kunnen komen. En gezellig dat praatje, dat is voor hun belangrijk. Ja. En als ze hun ook wat vertellen, kunnen wij het ook weer terugvragen. Hè? Van hoe was het geweest of wat er ook gebeurd is. Ja, zeker. Ja. En we hopen ook blijven te bestaan, want onze zoon gaat er hopelijk over een paar jaar verder in. Dus hij is nu ondertussen dik 65 jaar. Van mijn schoonouders zijn ermee begonnen. Dus 65 jaar zeker bestaan. Gaat die man nou naar buiten? Die gaat even de zonneglazen testen. Kijken of hij de bruine of de zwarte het lekkerst vindt kijken. Aha, dus dat is ook nog een keuze. Ja, er zit ook allemaal verschil in. Er zijn een hele hoop kleuren glazen. En per persoon verschillend wat het lekkerst kijkt. Hoe snel kun je een bril hebben? In principe doen wij alles zelf. De klant komt dus eerst binnen voor een oogmeting. Dan zoeken we een montuur uit. En we bestellen de glazen, die zijn meestal met een weekje ongeveer binnen. En als het binnenkomt diezelfde dag slijpen wij het hier zelf in en kan de bril opgehaald worden. Dat is snel. Dat is zeker snel. En dat is wel heel gelukkig. Hoe is de trend vandaag de dag? Nou, die verandert heel erg. Want we gaan van dat hele subtiele dunne naar toch het wat grovere. Merken we wel dat dat hier in Voorthuizen nog wat langer duurt voordat dat aan gaat slaan. Ja. Oudere mensen, zeg ik dan maar zo, die zijn hier ook op hun plek. Zeker. We hebben echt voor de kleinste kinderen tot echt mensen op leeftijd van alles wat liggen. En iedereen is welkom. Hoe vind je mijn bril? Die vind ik ook heel mooi. Heel warm in het gezicht. De kleur staat hier goed en de pasvorm is ook heel mooi. Dankjewel. Ik vind dat je zelf ook een hele mooie bril op hebt. Wat is dat voor iets? Dit is een glasbril die wij maken en dat wordt met een diamantfacet erop gemaakt. En daarmee zijn we heel uniek hier in de omgeving, want er zijn eigenlijk geen bedrijven die dit op het moment ook maken. Wat houdt dat in? Het gaat vooral om dat randje wat hier bovenop zit. Dat geeft een soort schittering en glittertje. En dat is een stukje maatwerk die we hier ook bieden. Dus geen rand meer eromheen, zeg maar? Nee, dat en randloos dat wordt veel gedaan, maar dat randje die er extra omheen geslepen wordt, die maakt het uniek. En dat doen jullie zelf? Die moeten we helaas opsturen. Dat is het enige stukje wat we hier niet in huis kunnen. Dat is echt een gespecialiseerd bedrijf die daarop gericht is. Als ik hier om me heen kijk, ik vind het echt bijzonder mooi, mooie pakken. Zijn er nu ook de oudere mens, de senioren, is daar ook wat voor? De wat oudere klant, om het maar zo te zeggen, die wordt jonger in zijn hoofd. En ook een oudere klant wil er leuk uitzien en vlot en sportief. Want die is actief, die gaat ook die stapt in de auto en die rijdt naar Limburg en die gaat fietsen. En hij is niet oud. Als je 70 bent, dan ben je nog hartstikke actief. Okay. En ook die klant wil een sportief schoentje aan. Die heeft ook zijn wensen. Als je het maar hebt wat ze zoeken, dan zijn mensen gewoon bereid om anderhalf uur te rijden. Ja. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En daar heeft Henk en ook zijn vader Grades heel veel tijd en geld ingestoken om het trouwpak aan de naam Bossenbroek te koppelen. Ja. Dat is mooi. En daar profiteren we nog elke dag van. Ja. Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat we niet alleen maar trouwkleding en confectie, en daarmee bedoel ik kostuums en colberts verkopen. We verkopen al ruim 30 jaar ook casual kleding. En het verrast me soms dat mensen verrast zijn dat we dat hebben. Want dat hebben ze niet in hun hoofd. Ze zien ons als een confectiewinkel. En dat vind ik prima. Maar ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen dat we
dat we ook jeans verkopen en katoenen broeken en leuke jasjes en polo's en noem maar op. Dus daarbij nodig ik iedereen uit om maar eens te komen kijken. Ik ga het even bij avondrust vertellen. Bij avondrust, ja, dat zou ik ook. Ja, goed. En bij avondrust daar wonen en komen niet alleen maar ouderen. Daar komen ook heel veel jongeren, precies, weet ik zelf. Ja. Dus dat zou hartstikke leuk zijn. Ja. Ruud, we zitten hier gezellig bij de Bunkman. Ja. Er komen natuurlijk best oudere mensen bij jullie binnen. Ja. Wat heb je die te bieden? Wij kunnen in eerste instantie de rust bieden, als ze willen komen, dat ze rustig kunnen zitten. En dat wij gewoon de normale artikelen serveren die ze graag willen hebben. Gewoon een lekker kop koffie zoals het is. En de hoofdgerechten die gewoon herkenbaar zijn. En dat ze toch het gevoel hebben van, ik voel me thuis. En dat is ook heel belangrijk. En daar doen we ons best voor. Heel belangrijk. Maar de Bunkman, ik heb wel eens iets gehoord. Wat betekent nu de Bunkman? Nou, dat is een heel bijzonder verhaal. Want eigenlijk is hier van alles gebeurd op deze plein. Althans in deze regio. Vroeger was daar hier een reus. En die heette de Bunkman. En die zat in deze regio. En dit was een verbindingsweg, ook vroeger al, ja, van west naar oost. Dus alles wat hier voorbij kwam, die reus, die greep iedereen, die beroofde iedereen. En hij vermoordde soms ook mensen. Dus iedereen was bang voor die reus. Dus ja, er werd heel weinig transport meer gedaan. Tot er een moment kwam er een klein mannetje voorbij, die had een viool bij hem. Maar ja, die reus denkt, hé, dat kleine mannetje wil ik ook wel hebben. Dus die grijpt die man met die viool. En die zegt die man uit een noodkreet, reus, wil je nog een keer voor me spelen? Maar die violist was natuurlijk een heel handig mannetje. Die dacht, ik ga nou de hoge toon inzetten. Dus de toonladder werd omhoog gebracht en die reus werd nog rustiger en nog rustiger. En die violist die speelde maar en die speelde maar. Tot het moment dat die reus gewoon stierf door die hoge tonen. En dat is eigenlijk het verhaal van de Bunkman, zoals hij ook hier gestald staat op het plein. Maar dan de violist bovenop staat, zegt, joh, ik heb die reus, heb ik dus gedood. Door de middel van het viool. Oh. Bij ons is niks normaal hier. En ik weet dat u een sinaasje lust. Ja. En ik weet dat u een bitterbal lust. Ja. En ik ga u aanbieden. Prachtig. Op één voorwaarde. U gaat met die bakfiets 2 keer door de sproei zijn. Mooi. Dat lijkt me een leuke voorwaarde voor een bitterbal en een sinaasje. En niet overal. Nu is nog geen weg terug, hè? Nee, hoewel er wel een terugtrapperrem op die fiets zit trouwens. Ja, we gaan meemaken. Oké, okay. Goed zo. Ik vind het een aangrijpend verhaal. Echt waar. Ik was er niet bij, hè? Nee, ik ook niet. Ik was blij dat ik toen niet leefde. Ik ga ervan uit dat het waar is. Een beetje sagen en legende. Ja, precies. Ja. Maar ik vind het wel een heel mooi verhaal. Ja, het is een heel mooi verhaal. En ik kan me ook voorstellen dat zoiets ook wel gebeurde vroeger. Een reus had ook een heel grote man geweest zijn. En het is, en zodoende is de Bunkmanplein ontstaan. En ik heb soms het idee dat er soms heel weinig mensen weten wat werkelijk nou de Bunkmanplein inhoudt. En dat ze wel dan die standbeeld zien staan. En, oh ja, ja, een reus, viool, ja, dat zal dan wel. Dus ik vind het wel heel leuk om dat rond te vertellen. Van, joh, wat is nou die Bunkman eigenlijk? Hè? Nou, ik weet zeker, mensen die dit nu kijken, dat ze denken, dat heb ik nou nog nooit geweten. Want ik wist het eerder ook niet. Nee, ik had het ook nooit geweten, tot we hier kwamen en we gingen ons eigenlijk in verdiepen. Dus we hebben op de menukaart staat ook een stukje erover geschreven hoe het gedaan is, hoe het gegaan is. Ja. Dus ja, we zijn best wel trots. Meester Korving. Ja, al een jaartje of 45. Hier in Voorthuizen. Ja, het is eigenlijk 46, want ik heb een jaar in Huizen gewerkt. En nu ga ik het 45e jaar op de Wilhelminaschool in. Koningin Wilhelminaschool, hier dichtbij in het dorp. Ja. We zijn bij uw huis geweest. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Hoe komt u op het idee om daar een soort museumpje boven te maken? Het huis zelf komt uit 1886.
onze kinderen gingen net niet meer mee. En toen had ik een kamer over. Mijn zoon heeft er nog een paar maanden geslapen of zo. Of gebivakkeerd. En toen had ik die ruimte over. En ik had heel veel spulletjes die weggedaan werden. Op de Wilhelmina school, op andere scholen. En dat had ik wel ergens in dozen staan. En dat blijft allemaal maar in dozen zitten. En dan weet je wel, het ligt op zolder. Ja, daar gaan we nog eens een keer mee kijken. Ja, dat gaan we nog eens een keer uitstallen. Komt allemaal niets van. En ik had de ruimte, dus ik denk, dat ga ik doen. En uw vrouw, wat vindt ze ervan? Ja, die denkt gelukkig hetzelfde als ik. Of ik denk hetzelfde als zij, dus zij vindt het ook prachtig. Is ook van de oude spulletjes. Het huis bijvoorbeeld is zelf ook helemaal origineel gehouden. We hebben er maar heel weinig aan veranderd. Dus je hebt echt losse kamertjes, veel losse kamertjes. Zij heeft ook een eigen boudoir. We hebben een eigen brokante kamertje. Een echt ouderwets kamertje, een museum. Dus alles is mogelijk in het huis. Ja. Dus als oudere mensen, bijvoorbeeld van Nieuw Avondrust, het zien dat er heel veel herkenning is, denk ik. Heel veel. Mijn vrouw heeft daar 18 jaar gewerkt of zo. En op een gegeven moment kwam het in haar gedachte om met hulp van jongeren, want dat vind ik heel belangrijk, de schakeling tussen oud en jong. Het waren er heel veel kinderen van de meerwaarde. En toen is er een hele grote groep mensen bij ons op het erf geweest. Die hebben daar heerlijk gezeten. Ik had in het grindpad zelfs een pad geveegd, zodat daar rollators ook konden rijden. En ik geloof dat het 50 bewoners zijn geweest of zo, met begeleiders. Het was een enorm succes. En sommigen konden dus ook nog naar binnen lopen. Niet naar boven, maar wel naar binnen. En die zagen natuurlijk zeer veel punten van herkenning. U bent schoolmeester. Ja. Heb u het in die 45 jaar erg zien veranderen? Ik zeg altijd, de kinderen zijn niets veranderd, helemaal niks, maar de omweld, de omgeving waar ze mee te maken hebben, dat is heel erg veranderd. Ik heb het over mobieltjes, waarvan ik er trouwens zelf geen één heb, iPads, die ik overigens wel heb, computers. Men gaat vaker op vakantie. Ik denk toch een soort compensatie ook van, we kunnen iets minder aandacht aan de kinderen zelf besteden. Ze hebben allemaal een eigen kamer met alle apparatuur die ze maar kunnen wensen. En dus het ligt, vind ik, nooit aan de kinderen als er een grote verandering is. Maar ik leg het altijd bij de ouders neer. Maar hoe gaat u daarmee om met die kinderen? Ik moet altijd denken aan de eerste schooldag. Ze weten natuurlijk dat ik bijvoorbeeld geen mobiel heb. Daar vinden ze wat van. Maar meestal dan kunnen u nooit naar huis bellen. Ik zeg, nou, dat is wel het laatste wat ik doe. Kunnen u nooit een game spelen? Nou, ik heb nog nooit een game gespeeld. Dat vind ik ook helemaal niet interessant of zo. En dan op een gegeven moment heel langzamerhand gaat er, en kinderen zijn heel flexibel hoor. Dan gaat er een knop bij hen om van, oh, we hebben te maken een heel groot gedeelte van de dag met iemand die niet zo'n ding heeft. Terwijl iedereen wel zo'n ding heeft. En dan zei ze bijvoorbeeld, dat probeer ik me in te beelden op een verjaardag. En dan gaat het misschien over mobiele telefonie of zo. Nou, wij kennen er een die heeft er geen één. En daar hebben we ook nog eens veel mee te maken ook. En dat, ach joh, kinderen zijn zo flexibel. Dat interesseert ze toch verder helemaal niks of ik nou wel of niet zo'n ding heb. Zij er maar één hebben, vinden ze toch veel belangrijker. Inderdaad. Ik vind het top. Het goede voorbeeld zit gewoon hier. Een voorbeeld. Een ander geluid, denk ik. Ja. Er is een tijd geweest dat als je er één had, dat je heel bijzonder was. Ik denk dat het nu misschien redelijk bijzonder is als je er geen hebt. Ja.